Teliak presenteert Michiel Romeijn en John Buisman als Hoeksteen en Groenstrook. Het is maar goed dat het slecht gaat in de elektronica-business. Ik kreeg nog eens 3 pikante films cadeau bij de aanschaf van 1 videorecorder. Laat je hier maar eens zien aan de grote wereld, hè? Kom er maar eens uit. Mijn Japanse prinsesje. Ga maar staan. Zo. Hier pluggen. Dan krijg je wat voeding, mijn Japanse prinsesje. En dan gaan we je eens aandoen. Dolf! Dolf! Hij is binnen, de band. Kijk eens. Groenstrook en Hoeksteen. Hoeksteen en Groenstrook. Wat ben jij toch een viezerik, hè? Hoezo? Gadverdamme! Dat piepschuim. Wat? Ja, moeten ze dat dan verpakken in oude Japanse kranten, man? Wist jij, Dolf, dat ze in het centrum van Tokio, ja. En nou overdrijf ik op niet, op 1 vierkante centimeter 100 videotheken hebben zitten? Ach, je bent toch ook wel een hypocriet, miserig mannetje, hè? Wel de lusten, niet de lasten. Ja, wel een videorecorder bestellen bij mij om meneer Arie Groenstrook te zien schitteren op de beeldbuis. Luister, Dolf. Ja. Wat? Ons. Wat, ja? Ons? Om ons te zien schitteren, ja? Ja. En je denkt toch zeker niet dat ik voor 1 zo'n videoband, dat ik daar zo'n milieuverslindende videorecorder voor ga kopen? Laat maar eens even kijken hoe meneer Arie Groenstrook schittert voor het Nederlandse publiek. Professor Dr. Anders K.C.A. Groenstrook. Nou, Dolf, wat hebben we geleerd van deze aflevering? Dat die fabrikanten die verpakkingen beter moeten maken met voorgebakken lipjes, ingeponste pruttertjes, met van die rukdingetjes die je ze in ieder geval uit het plastic kan halen, met van die stekels erop dat je ze kan losrukken, die rotzooi die ze verkopen, man. Nee, Dolf. Wat dan? Je moet gewoon geen eten meer kopen in dat soort verpakkingen. Oh nee, dat is handig, geen eten meer kopen. Dan moet ik verhongeren, ja? Moet ik verhongeren, Groenstrook? Nou, kom hier. Overgespoten banaan. Aflevering 2. Je hebt die batterijen meegekookt, idioot! We zijn vergiftigd! We zijn vergiftigd! Kijk nou, joh, Dolf. We zijn nog helemaal heel, man. Wel, Dolf, stel je niet aan. Kijk eens, hé. Hey. Het zijn geen oplaadbare batterijen, joh. Die zijn helemaal niet zo giftig. Nou, en Dolf, heb je wat van geleerd? Nou, in ieder geval dat jij niet meer mag koken. Nee, Dolf, die batterijen. Die moeten meteen naar het klein chemisch afval. En de ratatouille in de biobak. Goed zo, Dolf, goed zo. Voordat die geconsumeerd wordt, Arie. Volgende. Hey, gadverdamme, wat een verspilling. Moet je nou toch kijken, man. Oh. Hier, dat bad. Oh. Dan kan de hele straat kan daar een week van douchen. Nou, van mij mogen ze als ik klaar ben. Wist jij dat ik nooit in het bad ging, Dolf? Ja, Harry. Over verspilling gesproken. Hier, kijken. Ga maar kijken. Kijk dan, man.
Dat is geen verspilling, Dolf. Oh, nee? Nee, dat is van buitenkomend onheil. Oh, ja. Ja, daar heb ik de kleine lettertjes in mijn verzekeringspolis nog op nagekeken. En dat onheil ben jij, buurman! Nee, Dolf. Oh, nee. Ik heb dat allemaal opgedweild. En toen heb ik daar de plant in de tuin water mee gegeven. Dat heet nou hergebruik. Wat heet het? Hergebruik. Laat het maar eens even kijken. Ja, of het heeft iets te maken met de lekkage van vorige week. Lekkage van voor mij heb je een lekkage in je bovenkamer, Arie. Ja, en dan ken het ook altijd nog. Ja. Maar nou ben ik geen kei in elektronica. Oh, dat wist ik niet, Arie. Nee, het kan ook altijd nog iets zijn met de vaatwasser. Heb jij met je zeepkop aan mijn vaatwasser gezeten, idioot? Heb je het verkeerde waspoed erin gegooid? Nee, Dolf. Wat? Ik heb gewoon dat fosfaatvrije milieuvriendelijke pak gepakt. Je moet geen fosfaatvrij milieuvriendelijk pak pakken, idioot. Dat weet ik. Dat is heel slecht voor mijn vaatwas. Nee, nou wat jij doet. Wat? En wat heeft dokter Groenstrook hier postacademia van opgestoken? Ja, dat vaatwas is niet deugen. Ja, vooral ze Groenstrook heten. En dat je bij ieder apparaat een degelijke gebruiksaanwijzing op moet hangen voor derden. Ja. En kinderveilige sluitingen. Nou, laat maar eens kijken. Dat is echt heel erg kortzichtig, Dolf. En dom ook. Ja, reken jij nou eens uit hoeveel energie we besparen met dat ding, man. Ja. Zo'n biogas, ja. Dat is een uitkomst. Zal ik jou eens laten zien hoe ik energie bespaar, Arie? Ja? Wil jij dat zien? Arie? Nou, Arie! Jezus, Dolf! We kunnen er toch even over praten, Dolf? Ekel. Weet toch dat ik niet ziek met mijn nachtblindheid? Ja, nou, zie je het nou, Dolf? Moet je niet kan besparen met het biogas? Ja, ja. Ik heb er zelf ook toch wel het nodige van opgestoken, hoor. Dat kan je wel zeggen, ja. Ja, zo weet ik dus nou dat je dus altijd uit moet kijken, hè, met gas. Zelfs al is het biogas. Nou, nou. Ja, joh, zo hoorde ik laatst van een dierenarts, hè. Dat je dus, zeg maar, dat koeien scheten, dat die ook weer branden. Nou ja, kapitale boerderij de lucht ingevlogen. Belendend perceel! Nou, helemaal gek geworden, Dolf. Wat heb je nou toch weer in huis gehaald, man? Dit is werkelijk het allerergste wat je in een huis kan hebben, ja? Zijn die CFK's hersenpan ingeslagen, man? Wat? Ja, die rozen! Oh, wie is niet mooi? Wie is niet mooi? Wist jij dat er nergens zoveel gif wordt gebruikt dan voor de kweek van die rozen? Eigenlijk mogen ze ineens in de biobak, hoor. Eigenlijk moeten die gewoon naar het klein chemisch afval, ja? Kennen wij elkaar? Mag ik me even voorstellen? Dit is Arie van der Wormen. Dit is mijn schoonmoeder van de Rozen. Moet u eens goed luisteren, meneer van der Wormen. Deze met goud bekroonde wedstrijdrozen heb ik zelf in eigen tuin gekweekt zonder 1 gram bestrijdingsmiddel. Arie. Zo, nou, het zijn inderdaad ook mooie rozen ook, hoor, Dolf. En landbouwkundig ingenieur van de Wormen. Ja, oké, je moet dus uitkijken met schoonmoeders. Ook al zijn ze milieubewust. Nee, Dolf, even serieus. Wat ik dus van deze aflevering echt heb meegenomen, is dat je dus ook zonder gebruik van giftige stoffen prachtige rozen kan kweken, zeg. Ja. Trouwens een moordwijf, zegt die schoonmoeder van jou. Lekker ding. Sleembal. Had u al geweest voor onze set tegen de openstaande deuren? De veroorzaker van tocht, de verjager van het vliegenhuis? Vlooien, ik heb jeuk van vlooien, kerel! De vlooienband, die met eucalyptusolie, actieprijs 25 gulden. Hier, nog zo'n slijmbal. Ja, reken jij nou eens uit dat je met van die kleine spulletjes kan besparen per jaar. Actieprijs 25 gulden. Voor een vlooienband, man. Ik heb er nog eczeem van, weet je dat? Nou, vlooienbanden zijn nog niet voor mensen, Dolf. Oh nee? Als vlooienbanden voor vlooien zijn, waarom zijn ze dan zo groot, Arie? Dolf,
Die Ben die hebt 2000 varkens. Wist jij dat één mestvarken in zijn korte, armzalige leven 700 kilo fecaliën produceert? Dat wist jij niet. Zolang die Ben die stront niet meeneemt naar de camping is er toch niks aan de hand. De helft van de verzuring in ons milieu, dat komt allemaal uit de ammoniak van de stront van die varkens van die Ben. Ach man! Je bent alleen maar stront jaloers. Jaloers op die Ben? Ja. Omdat hij ze volhoudt met antibiotica en ze verdomme tonnen, maar dan ook echt tonnen met koper te vreten geeft. Gewoon om ze een klein beetje dikker te krijgen. Ja. En dat komt allemaal, en dat heb ik je net al gezegd, bij ons in het milieu terecht. Ach man, je gebruikt het milieu alleen maar als excuus. Het gaat bij jou om vrouwtje en Ben. Jezus, vrouwtje. Met een varkens fokken. Deze is toch niet uitgezonden op de tv, Rolf? Ja, dat is 9. Oh, vrouw. Wat nou, man. Het is juist heel goed dat je laat zien hoe die varkensfokker met zijn beest omgaat. Nee, man. Wat? Nou weet vrouw dus dat ik de beschuldigd heb van tongzoenen met zo'n varkenskop. Ik heb nog wel eens tegen iemand gezegd dat het heel verfrissend kan zijn voor je relatie, Arie. Ja, hallo. Hallo. Wat is hier van de bedoeling? Hout voor het nieuwe kozijn? Ja. Onverwoestbaar tropisch hardhout. Gehardhout. Hou. Het scheelt er een hoop geld, hè, Nolf? Als je gewoon dat Hollandse vuren neemt in plaats van dat tropische hardhout. Wat kost nou 6 kratten pils, Harry? Oh, je moet trouwens wel houten kratten nemen, hè? Want die plastic kratten die zitten vol met zware metalen. Oh, ik dacht dat die kratjes pils worden, Harry. Plus 54 keer 50 maal 2. Alleen aan wachttijd al, hè? Dat jij mijn verbouwing de hele tijd stillegt. Ja, wees dan toch even redelijk, Dolf. Je hebt toch zelf gehoord, man, dat die bouwvakkers je huis helemaal vol hebben geduwd met allemaal chemische bouwstoffen. Dat was toch gewoon mijn plicht? Nee, dat is goed begrepen, agent Groenstrook. Maar even verder kijken, man. Maar wist jij, Dolf, dat de NS tegenwoordig weer heel veel investeert? Ja, die creëert 200.000 nieuwe staanplaatsen in die treinen, man. Weet je wat trouwens betekent, NS? Nee. Nederlandse sardientjes. Er is geen eens plek om een sigaretje op te steken, maar schijt eruit. Precies, maar daar hebben ze wat op gevonden. Oh ja? Ja, je mag niet meer roken in de trein. Oh, nou dan ga ik dus helemaal niet. En dat is maar goed ook, want we moeten rennen voor die aansluiting voor de trein van Zwolle in Leeuwarden. Dus je zal je adem wel nodig hebben, jij. Ja? Arie, hoe zie je dat nou in godsnaam voor je? He? We hebben daar 2 vrouwen. Ja. 3 koffers. Ja. 4 kinderen. 5 bungalowtenten. 6 klapstoeltjes. Een brancard en dan maar rollen van trein naar bus en hulta. Ja, ga toch weg. Ik doe dat niet, Arie. Ja, en het is ook allemaal jouw schuld. Hoezo mijn schuld? Een beetje overdreven gedrag, Arie. Zo, nou, en Dolf, dat lijkt me duidelijk. Hè? Ja. Wat hebben we nou geleerd van deze les? In ieder geval nooit met een brancard op je rug het pand moet verlaten. Nee, dat er gewoon veel en veel meer geld uitgegeven moet worden aan openbaar vervoer. Ja. 89.700 gulden. Ja, en de rest? Ja, dat is niet meer te achterhalen. Dat is echt zo'n biggende bedrag wat het hier aan schade heeft aangericht, Arie. He, inboedel, het dak, de rest, de tuin. Ja, nee, hallo. Waar heb jij het nou over? Waar ik het over heb, Arie Groenstrook, dat is dat jij zo'n nodige milieucursus in mijn huis moest beginnen. En deze band, Arie Groenstrook, dat is het onomstotelijke bewijs wat jij hier voor schade hebt aangericht. En deze gaan naar Den Haag en dan gaan we helemaal tot op de tand uitzoeken. Ja, nee, maar daar komen we heus wel uit, hoor, Dolf. Oh, jij komt er wel uit? Daar komen we heus wel uit, ja. Ja, ja. Wat nou weer? Die cursusboeken? Ja. Daar heb je er toch één van aan de man gekregen? Nee, natuurlijk niet, man. Er staan er nog 3000 hier in het schuurtje. Neem ze een keer mee. Telmachine. Wat een telmachine? Telmachine. Kost een cursusboek? €29,90.
Hoeveel heb je er leggen? 3000. Nou, dat is ook toevallig, Dolf. Kijk eens. 89.700 gulden. Moet je luisteren, Dolf, als jij aan één cursus consument en milieu niet genoeg hebt, dan heb je misschien wat aan 3000 cursussen. Hé, dat pik.